Ja, deze is dan weer. Deze, hè? Deze rakker. Ja, we zijn er super trots op. Het is My Blue Van 2.0, denk ik dan. Uiteindelijk hebben we de plaat gewoon helemaal opgenomen bij Jordi Langelaan, bij Barn in the Meadows ja. Studios. Dus, en eigenlijk, ja, we hebben daarvoor twee live nummers opgenomen ook met jou. En, dus die zijn online verschenen. Maar voor de rest hebben we het album gewoon in één studio, in één ruk opgenomen daar. Nee, het was wel iets waar we gewoon dagelijks naartoe moesten rijden. Het vervelende is dat we elke keer buiten het kampeerseizoen de studio geboekt hadden. Want je kon daar tegenover kun je heel mooi in zo'n pipowagen kun je overnachten. Maar ja, wij zitten elke keer, zaten we net in, en dat was bij de vorige plaat ook, in november, oktober, december ergens in de studio. Dus we konden helaas geen pipowagen afhuren om ons daar echt een aantal dagen volledig terug te trekken. Maar goed, Benschop en Utrecht liggen niet zo heel ver van elkaar. Maar voor de rest was het eigenlijk, voelde het wel alsof dat je gewoon helemaal afgezonderd bent. Je bent toch het grootste deel van je dag zit je in die studio opgesloten. En daar is verder ook niet zo heel veel dan gewoon alleen prachtige landerijen. En ja, s'avonds als je thuis komt, dan ben je meestal ook nog gewoon samen en ga je slapen. En de volgende dag chase je weer die kant op. Ja, we hadden één blok ook. We hadden één blok nu van ik dacht 9 dagen of zo. Of 10 volgens mij zelfs. Of minder. Ja, we hebben volgens mij sowieso 7 of 8 dagen aan een stuk gedaan. En daarna nog eens. Maar dan heb je één hele lange periode dat je één focus hebt. En dat ligt, die focus ligt op die plaat. En daar ben je gewoon constant, zit je daarin en kan je daarin zitten. Dus dat is heel fijn, want dan, ik denk dat je dat nodig hebt om je goed te kunnen focussen op wat je doet. En dat werkt toch goed. Ja, en op het einde wil je het ook gewoon af hebben. Zo gaat het dat ook. Maar het was fijn, ja. Ja. Bijna mensen, uitverkocht. Is het bijna uitverkocht. Op zich zitten we er al bijna. Dus als mensen nog kaarten willen, moeten ze echt snel zijn. Maar ja, sowieso wordt het gewoon echt een heel groot feest. Voor ons, maar niet alleen voor ons, maar ook gewoon voor de luisteraar. Weet, zij krijgen de kans om al het nieuwe materiaal echt voor het eerst aan te horen. En aan het einde van de avond gewoon met een prachtig cd'tje naar huis te gaan. Dat is een beetje het uniek selling point wat we van deze avond kunnen bieden. Het is altijd een heel bijzondere avond. Dat je presenteert het dan voor jezelf en ook voor de mensen die je hebben geholpen. En dat is toch, daar komt dan iets samen. En dat is dat doe je maar een keer. Dus dat maakt het sowieso al een hele speciale show. Ja. En ook los van andere keer dat je die nummers gaat spelen. Maar dat is dat is een speciaal moment, dus dat maakt ook die show al speciaal. Ja. Een soort afsluiting en een nieuw begin. Ja, absoluut. Ja, dat klopt. Absoluut. Helemaal goed gezegd. Dat is het. Ja, en we hebben zeker ook nog wel wat speciale dingetjes achter de hand. Dus in die zin wordt het ook al wel een bijzonder om mee te maken. Dus wees erbij. Oh, my one that has a dirt to kill.